Het werk onder Clemens Tjerke in Nes op het Ameland zit mooi op. De Tjerke baande trei hier lin vol slijnau. De verzekering keerde goed 3 miljoen euro uit voor de heropbouw. Maar fondsen en donaties is er geld voor onder andere isolatie en vlierverwarming. Hoeveel is het werk? Nou, zat Joost Jenk in en we hebben verleden week de kappen erop zet. En we zijn nu bezig met alles vast te zetten en armuitjes. En de toer die wordt nu in de lijn gezet. En we zijn van plan om de tiges naar de peerske helemaal op te zetten. Hier komen helemaal nieuwe gewelven in. Je kent de sporen nog zien, die rennen roen. En daar komt straks het beklaringshoutje aan. Dat beklaringshout is op kleur. En daar kom ik nog schilderingen op. Wat voor schilderingen? En dat zijn hoofdzakelijk vogels die erop komen. Wat doen we met deze schilderingen? Deze schilderingen boven het priesterkoor die worden hersteld, schiermaken en hersteld. Maar heel zonnetje zon. Dus alles wat echt fort is, is fort. En het litte week fort, als oontrinken aan de brand. Want dat is een historisch feit voor de kerken? Dat is ook weer een historisch feit wat bij de kerken heeft. Dit wordt een oorschotkapel en toegankelijk voor het publiek. Ja, dat klopt. Dit weer de doopkapel achter ons. En het wordt straks de Mariakapel. En de Mariakapel die zal ik op Oerdijk wonen hier op mij. Ze zouden het meesten daarheen kennen. Even een stilte moment ziekje, even een kerstje ontstekken. Zoals dat ik een brood in het buitenland zocht. Maar dan is net een hele kerk hier, alleen nog de Mariakapel. En er kwam ook glijzen in leert. Ruud, ja, zei je zelf, wat gebeurt er met de glijzen in leert ter vervanging? Nou, de bedoeling is dat Maria in glijzen in leert afbeeld wordt. En eigenlijk een beetje in driedimensionele vorm. Maar het is nog net helemaal uiteten. Daar ben we nog maar in ontwikkeling. En op orenplakken glijs in leert, dan moet je hem dik zo hard dat je van boeten kant ook nog wat erom haalt, hè? Ja, het glijs in leert in het kerk is helemaal opnieuw ontworpen. En dat glijs in leert zelf van de boetenkant al, ik in het zuster goed zoen willen kennen, omdat het van binnen ons scheen wordt. Als het waar maaiwerkt, komt de toer 29 maart weer op het dak.